weten hoe gevoelig het is om een ambassade te openen in Jeruzalem. Ik wil duidelijk verwoorden voor de regering dat we dat niet willen. Want we weten wat de consequenties kunnen zijn voor het land. Ja? Er moet geen ambassade komen in Jeruzalem. Ja? We gaan ons niet in die positie plaatsen. En dat is een duidelijke opdracht vanuit de Nationale Assemblée aan de regering. Zo reageerde assembleevoorzitter Marinus B. op de aankondiging dat er in Jeruzalem een Surinaamse ambassade wordt geopend. Veel parlementariërs hebben ook hun misnoegen hierover geuit. Gregory Rusland, fractieleider van de NBS, zegt dat wanneer deze besluiten genomen worden, er goed nagedacht moet worden over de consequenties. VHP-parlementariër Mohamed Mohab Ali zegt dat de moslimgemeenschap in Suriname in schok was na deze mededeling. En ik roep de regering op om hier het buitenlands beleid aan ons te komen presenteren, wat de bedoeling is. Want we horen opening van ambassades hier en daar. En wanneer je een ambassade gaat openen in Jeruzalem, dan moet men toch wel duidelijk aangeven waarom dat besluit genomen is. Omdat dat enorme consequenties gaat hebben voor ons land. Wij roepen de regering op nogmaals om niet ondoordacht dit soort besluiten te nemen, maar goed over na te denken. En in ieder geval vanuit het parlement roep ik al de collega's op om natuurlijk hun bijdrage te leveren dat Suriname niet op het verkeerde spoor terechtkomt voor wat betreft ons buitenlands beleid. Ik ga uw DNA niet terugbrengen naar de geschiedenis. U weet dat Jeruzalem heel gevoelig ligt. Op dit moment hebben slechts 4 landen een ambassade in Jeruzalem, te weten VS, Guatemala, Honduras en Kosovo. Kijkt u, meneer de voorzitter, in welke rij Suriname zich aansluit. Guatemala, Honduras en Kosovo. Is dit wat we willen? De rest van de landen in de wereld hebben een ambassade in Tel Aviv. En van daaruit doen alle landen zaken met Israël. Ook de NDP-fractie heeft moeite met de aankondiging. Suharto Mustaja beaamt dat er inderdaad boosheid en onrust is ontstaan onder de moslimgemeenschap. Vicepresident Ronnie Brunswijk benadrukte dat de regering goedkeuring heeft gegeven voor een niet-residerende ambassadeur. Er is geen goedkeuring gegeven dat de ambassadeur post gaat vatten in Jeruzalem. Gaan een vernemen van de regering welke geopolitieke overwegingen bij dit besluit een rol hebben gespeeld. Zijn we vergeten dat wij in de jaren 90 en de vorige eeuw zijn toegetreden tot OIC en we zijn lid daarvan en wij weten voor uw oriëntatie 71% van de landen bij de VN hebben wat dit betreft een andere opvatting dan wat Suriname thans voornemens is te gaan doen. Dus wat is gebeurd is dat de minister van Buitenlandse Zaken voor een kennismakingbezoek is naar Jeruzalem. Dus dat is gebeurd. En wanneer hij terug is, gaat hij verslag. Dus we horen ook in de media, dit en dat. Maar duidelijk wat de regering heeft goedgekeurd, is een niet-residerend ambassadeur. Ja? En u moet weten dat de president verantwoordelijk is voor het buitenlands beleid. En we hebben alle respect voor alle religieuze organisaties. Deze regering gaat niet voorbij aan gevoelens van organisaties. En dat hebben we ook gehoord gisteren. Ik was bij de president. Ja, en dan heb ik gezegd, we wachten totdat de minister terugkomt. Maar in ieder geval, er is geen enkele twijfel dat er een post gevat zal worden in Jeruzalem. De Nationale Assemblée vindt dat dit plan zeker niet geëffectueerd moet worden.